Goedenavond vanuit Estadio Beira Rio in Porto Alegre. Het is 1 uur lokale tijd. Het is 6 uur bij u. En Nederland staat klaar voor de tweede wedstrijd. Robben en nu vandoor gaat. Robben tussen twee man door. Robben gaat zelf. Het scoort! Het is 1-0! Het is Arjen Robben! Arjen Robben met zijn derde treffer. Aan de rechterkant is het Van Persie die ook de aandacht op zich voor zich opeist. Om die bal te krijgen. Maar het is Robben zelf. Die is scherp. Ik zag het ook in de warming-up. Die was aan het afronden. Ja. Hier komt Kehl. Oppassen! Die gaat erin! Het is 1-1! Onvoorstelbaar! Die bal wordt gegeven. Het is Kehl die de bal erin knapt met zijn linker. En het is zomaar 1-1! Onvoorstelbaar! Een bal die gegeven wordt van over 10 meter over de middenlijn. Kan hij de bal voorgeven? Gaat hij tegen de hand van Janmaat? En de scheidsrechter geeft een penalty. Het is ongelofelijk. Je kan je hand toch er niet afhakken. Maar we krijgen een penalty tegen. Bozani speelt de bal weg. Daar komt de aanloop van Jenny Rekt en hij gaat erin. De paai rand 16 speelt die ballen van Persie. Ja! Het is 2-2! Het is 2-2! Je moet dit schatgasten toch opvreten! Godverdorie! Ik heb er geen ander woord voor. Een schande zou het zijn. Toen het eindstation Sillessen schot nu. Ja! Die goal! De paai! Memphis de paai maakt hem. Hij krijgt die bal een meter of 3-4 buiten het strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen en hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Memphis Depay. Wat doe jij nou toch, jongen? Wat een geweldige invalbeurt. En zo staat het Nederlands elftal op 3-2. Wat zullen we nou, Jack? Maar het is een krankzinnig.